Het is Kuba, mijn hond. Kuba is 14, hoort niks, ziet weinig, maar zijn neus werkt echt uitstekend. Ik vind het heerlijk om even met de hond buiten te lopen. Ik moet wel eerlijk bekennen, als het echt koud is, dan doe ik dat niet. Dan heb ik gelukkig mijn man die daar minder gevoelig voor is. Die neemt dan rond mee. Maar het bindt ontzettend. Sinds ik in Amsterdam woon ik op de eilanden. En het is voor mij echt het geweldigste stukje van Amsterdam. Even gewoon helemaal gelukkig zijn met waar je bent, de vrijheid die je hebt. Dat is wel iets wat ik echt letterlijk elke dag ervaar. Ik ben met mijn ouders uit Turkije hier naartoe gekomen als vluchteling. Mijn ouders waren toen zij in de 20, 22, 23 waren zij daar heel hard bezig voor gelijke rechten van Armeniërs, Koerden, vrouwen, homo's. Eigenlijk iedereen die nog steeds geen gelijke rechten nu heeft daar, maar toen ook niet. En op een gegeven moment werd het te gevaarlijk, dus moesten ze vluchten. Gingen meteen de taal leren. Mijn moeder zei altijd heel duidelijk, ik moet wel de krant kunnen lezen in het land waar ik woon. Want ik moet mee kunnen beslissen en mee kunnen praten. Nou, als je dat een beetje om je heen ziet, als dat je opvoeding eigenlijk is, dan kan het niet heel veel anders dan dat je op een gegeven moment de politiek ingaat. Ik ben heel links begonnen. Ik heb nog ook 2 maanden geloof ik geschreven voor het jongerenblaadje van de PvdA. En toen dacht ik snap niks van politiek. Laat maar, want ik ben van huis uit links. En ik weet niet waar die mensen het over hebben. En op een gegeven moment dacht ik, wacht even, dat wat ik ben, dat heet liberaal. Want voor mij staat de vrijheid van het individu centraal. Om je leven zo in te richten zoals je dat zelf wil. En bij links is dat heel erg het slachtofferdenken. Van nee, hey, je bent vrouw, je bent migrant of iets, of vluchteling. Dus je zal wel zielig zijn. Dus ik ga jou redden en daarom besta ik. Dat is niet mijn, dat is nooit mijn opvatting van mensen geweest, over mensen geweest. En bij de VVD, bij een liberale partij, gaat het echt over de vrijheid. En wij geloven dat jij alles kan wat jij zelf wil. Ik was ambtenaar. Na 8 jaar dacht ik slaap te goed. Ik weet hoe dit werk nu werkt. Het is leuk, maar het gaat, ja, soms zit ik hier over 10 jaar nog steeds. En wat heeft het dan uitgemaakt? En toen ben ik de politiek ingegaan. En dan slaap ik niet meer goed. Het Parool, de krant hier in Amsterdam, heeft me op een gegeven moment omschreven als een pitbull op hakken. Toen dacht ik, ja, daar zit wel ongeveer de kern in. Ik bijt wel graag vast aan iets, omdat ik echt oprecht vind dat dat beter kan of moet. En loslaten is wel echt wel een dingetje, daar moet ik aan werken. Dat kan ik niet zo goed, zeker niet op inhoud. Dat is echt mijn drijfveer. Letterlijk strijden om te behouden wat hier zo mooi is en om het nog mooier te maken. Ik word op straat aangesproken, gisteren nog, omdat ons voorstel aangenomen is om straatintimidatie aan te pakken en strafbaar te stellen. En dan word je gewoon aangesproken op straat door een vrouw die zegt, ja, ik heb dat gevolgd en dank je wel. Ik wil graag naar Den Haag, omdat ik hier in Amsterdam ook tegen heel veel dingen aan ben gelopen waarvan we met elkaar moesten concluderen, ja, dat wordt echt in Den Haag geregeld. Vooral de wetgeving natuurlijk, de regelgeving. En als je echt daarin wat wil veranderen, dan moet je toch daar zijn. Of ik ooit premier van Nederland wil zijn. Ik heb wel eens gezegd dat ik graag de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam zou willen zijn. Omdat ik in de ambtswoning rondliep en dacht, nou, in de tuin kunnen mijn hondjes wel prima spelen. Ik zie mezelf wel zitten. Ik vind dat je ambitie moet hebben. Maar dan moet ik eerst zorgen dat ik in de Tweede Kamer zometeen al die stemmen waar maak. En ook zometeen ook zorgen dat ik daar mijn draai kan vinden en ook echt wat kan bereiken. En dit is nou echt de vraag, die moeten we dan over een paar jaar weer. Maar eerst even waarmaken wat ik nu van plan ben.